speelden onze beste wedstrijd, dus ja, zonde. Je keept ook uitstekend en dan die 2-1, wat zul je balen? Ja, ik baal gewoon vooral voor de jongens, maar ook voor mezelf, dat je een wedstrijd speelt waarom je eigenlijk keeper wil worden. Ja, en dan schiet hij door mijn handen heen bij een heel simpel balletje waar ik eigenlijk al bezig ben misschien met de volgende actie. Ja, dan ben je opeens weer iemand die geen keeper meer wil zijn op dat moment. Dus ja, vooral ook nu, dan had ik het liever tegen Heerenveen gehad dat we 6-0 verloren. Of ik weet niet wat de wedstrijd werd, maar ja. Ja, ik denk als je voorkomt dan win je hem inderdaad. En ja, dat lukt er niet. En dan moet je eigenlijk zorgen dat je het niet verliest. En ja, dat er weer heel ongeluk gebeurt, dat wel. En ja, we moeten gewoon verder naar volgende week. En wat goed ging, moeten we nog beter maken. En dan, ja, dan denk ik dat het wel goed komt. Ja, dat ik, net nu diegene moet zijn die dan uiteindelijk gewoon verantwoordelijk is voor de nederlaag. Ja, dat is wel zuur. Vooral omdat je wat je zegt. Het was een wedstrijd waarin ik eigenlijk de beste wedstrijd van mijn seizoen speel, denk ik. En de Graafschap ook, hè? Want jullie hadden een bepaalde tactiek, die werkte gewoon. Ja, we wilden wat anders gaan doen en ja, dat liep gewoon hartstikke goed. Op de eerste fase hadden we het wat moeilijk. Daarna werden we eigenlijk echt beter en kregen we toch nog heel stom een goal tegen uit het niets. En ja, dit is wel heel zuur. Dan verlies ik liever een keer 5-0, moet ik zeggen.